We hebben in een eerdere uitzending de 33-jarige Geoffrey Dalger belicht. Hij is dialysepatiënt. Deze behandeling heeft heftige bijwerkingen voor Geoffrey. Naast de ziekte van Geoffrey is zijn thuissituatie erg armoedig. Hij woont met zijn moeder en andere gezinsleden in een zeer bouwvallig huurwoning aan de Nieuwweergevondenweg. De mensen hebben geen inkomen en de leefsituatie is daardoor erbarmelijk. 1 voor 12 ging terug op het adres van Geoffrey om de ondersteuning aan hem te continueren. Carlos was bij hem. Kijk en luistert u maar mee. Het is een zonnige vrijdagmiddag wanneer wij bij meneer Dalger aankomen. Hij is geen onbekende bij 1 voor 12. Niet lang terug hebben we meneer Dalger gesproken. We blijven hem volgen, zijn situatie, zijn gezondheid. Meneer Dalger is aan het dialyseren. Meneer Dalger, tijdens vrede, ik ben gedialyseerd. Nee, morgen moet ik gaan ingaan. Zaterdag gaat u? Zaterdag, dinsdag, donderdag en op de zaterdag. Dus u gaat morgen dialyseren? Ja. Wat voor gezondheid? Het gaat een beetje, maar we kunnen ze maar niet dialyseren. Gewoon, terwijl ze maar aan die machine. Toch kunt u niet gedialyseerd worden? Nee, want. Waarom? Hoe moet bedoel, want ze aan de machine. Oh, je wordt duizelig? Hoe komt dat? Zo, niemand weet het nou, want ik moet gaan checken academie, maar de dokter is er niet. Pas maanden. Dus eigenlijk stoot die machine uw lichaam af? Ja. Dat is wel moeilijk, Tori, man. Ze zijn bang, want ze zeggen dat als ze het niet kan accepteren, dat ze kunnen geen resultaten, dat hebben ze weinig kans op me nu. Zeggen ze dat zo. U bent niet naar uw huisarts gegaan? Mijn huisarts zegt maar, ik moet naar academie gaan. Je stuurt naar academies. Waarom? Internist. Je moet terug naar de internist. Zij gaan dus uitzoeken wat er eigenlijk aan de hand is. Ja. Dinsdag, donderdag en zaterdag gaat u dialyseren. Wat kost dat alles om te dialyseren? Ik betaal de taxi van hieruit 225 naar. Ja, het is 225. Dus eigenlijk 5 zoveel? Ja. Alleen de taxi. Alleen aan taxi? Ja. Moet u nog iets anders betalen, medicijnen of zo? Ik denk geen medicijnen. Medicijnen zijn behoorlijk duur. Maar ja, ik kan niet zeggen, soms kan ik het niet nemen. Zeg. Nou, we gaan de samenleving vragen u een handje te helpen. Want u hoeft ons niet te zeggen, we zien het zo dat u het niet aan kan financieel. Toch? Was man af tegen, wij zijn direct. En op de koop toe, de machine is totaalski af de laatste tijd. Dus het wordt alleen maar zwaarder voor u wat uw gezondheid betreft. Het is al bijna een maand dat hij me afdoet, maar nu is het niet. Duurt het niet 2 minuten, dan begint hij te wegen, die machine. Dus als u goed begrijpen, kunt u eigenlijk nu niet dialyseren? Nee, helemaal niet. Ze hebben gezegd, ik kan niet meer. Ik moet naar de internist gaan op academie om te checken. Dus al een hele maand heb u niet kunnen dialyseren? Ja, hele maand. Hoe erg is dat voor uw gezondheid? Hoe erg is dat voor uw gezondheid? Je kan je leven verliezen. Ze hebben gezegd, als je niet dialyseert. Maar daar is wat je wil, opgelost worden. Ze willen weten wat er precies aan de hand is. Dus niet accepteert het helemaal niet meer. Wel, we hebben van een donateur hebben wij dus wat voor u gebracht. Is een pakket. Dus uw moeder gaat u straks proberen moeten helpen hiermee. Ja, we weten dat dit eigenlijk een druppel op een hete plaat is. Weet je, maar het is een klein gebaar. Ik dat die zijn je piepje zo. Chinzo. Maar het is belangrijk aan de gezondheid. Dus we gaan de gemeenschap oproepen. Deze man financieel te steunen, want hij heeft sowieso taxigeld nodig. Om naar het ziekenhuis te gaan. Noem ze aan dialyseren. Nee, jeepie. Of althans, het kan niet omdat ze het lichaam het afstoot. Maar ondanks dat imgalatra eten.
in tango naar dat en dat kost ook al wat. Wie me kan helpen, als je kunt steunen en zo aan. Ik weet niet, want het is zwaar voor me geworden. Niet kan ik doen. Ik moet naar de dokter gaan. Ik vraag aan iedereen die me kan helpen. Alsjeblieft.